inderdaad, vanaf vanmiddag 12 uur mochten we weer naar het terras in Valkenswaard. We zijn een rondje gaan maken door het centrum van Valkenswaard, omdat we dachten een massa aan inwoners en de echte terrasjes mensen tegen te zullen komen. Allereerst dan maar naar de zo favoriete statie op de Frans van Beststraat. Deze meneer kwam een videoopname maken voor de pubquiz van 8 mei aanstaande. En dit gezellige koppel maakte wel gebruik van de mogelijkheid nu het terras weer open was. Even een van proeven was de reactie. Morgen is het weer gedaan met het mooie weer. Gaan we door naar Markt 14 op de hoek met de Eindhovense weg. Daar begon het er al een beetje op te lijken. Mensen zochten een heerlijk plekje op dit gezellige en zonnige terras. Daarna maar eens kijken bij de terrasjes van de twee meest bekende koffiecorners. Ook daar viel het allemaal nogal mee. Wel werd nog even verteld dat om 12 uur bij lunchcafé Dots een lange rij stond te wachten om een plekje te krijgen. Maar dat hebben we helaas gemist. Al bij al een geslaagde eerste terrasjesdag waarbij iedereen zich toch nog redelijk goed aan de coronaregels heeft gehouden.